Ha, de blip slide. We kennen allemaal de slide. De blip kennen wij. En dan nu de blip slide. Wat je doet is, je doet een slide op G. Dat is de afspraak. Je komt vanaf de vies. Nou, nu kun je dus een cut erbij doen voor leuke extra pit in de slide. Dan krijg je dit. Nou, wat gebeurt er nu? Mijn vingers gaan tegelijk naar beneden, maar deze gaat neer en die gaat door. Dus dan krijg je... De clue is dus om op tijd aan te blazen. Dus met dat je aanblaast, gaan je vingers naar beneden. Als je heel secuur bent, is eigenlijk die vinger net iets later, echt maar een fractie van een seconde later, zodat je dat blipje hoort. Want dat blipje komt omdat je snel je vinger optilt, terwijl je eigenlijk een G al aanblaast. Ja, maar nu beginnen we met die noot, dus krijg je... Als je te snel bent, hoor je het niet. Ja? Dus je blaast eigenlijk eerst en dan ga je. Dus je blaast en meteen nadat je bent begonnen te blazen, dus echt paf, meteen daarna ga je je vinger neerzetten. Dus... Als ik eerst mijn vinger neerzet en dan ga blazen, heb je geen effect als je eerst... vinger omhoog doet en dan gaat blazen. En je doet het te lang over, krijg je dit. Dus daartussenin moet hij zitten. Veel succes. Zo gaat het eigenlijk bij alle noten. Je zoekt de vinger waar je op moet sliden en de vinger waar je die cut op doet. En dan heb je hem. Veel succes.